Het bloed van Jezus. En je ziet, ik rij handsfree. En dat is een groot voorrecht. Het is fijn dat je tegenwoordig handsfree kunt rijden. Dat is niet toevallig. Wat Frits rijdt. Dat is een mooie bekomstigheid. En je vindt het ook leuk om te rijden, Frits. Zeker, ja. Ja, heerlijk. Mooi. Fantastisch is het. Het onderwerp, dat is heel belangrijk en heel mooi en heel zegenrijk. En dat is namelijk het bloed van Jezus. Want Jezus die heeft zijn bloed vergoten aan het kruis op Golgotha. En ik heb ook een vraag aan jou erover, Frits. In hoeverre gebruik jij of maak je gebruik van het bloed van Jezus? Hoe doe je dat? Ja. In eerste instantie mag ik weten dat mijn zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus natuurlijk. Aan het kruis van Golgotha. Ja, ja. Dus daar heeft al mijn zonden afgewassen. En mijn schoongewassen. En verder is het ook nog zo dat ik elke dag, als ik opsta, dat ik echt mag pleiten op het bloed van Jezus. Dat ik mag weten dat ik ook beschermd ben, hè, waar ik ook naartoe ga. Ja. Maar ook de aanvallen die op afgevuurd kunnen worden, dat ik echt mag schuilen achter dat bloed. Dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Dus dat is wat ik zelf ervaar in mijn leven en zo met dat bloed omga. Ja, ja, dat geloof ik ook. En ja, we zijn, zoals dat staat, ik meen in Colossense 3 staat dat wij verborgen zijn in Christus. En dat heeft ook te maken met dat bloed. Het kostbare bloed van Jezus, dat is vergoten aan het kruis op Golgotha. Want hij deed dat voor onze zonden, ziekte, overtredingen en teleurstellingen. Dat deed hij voor ons, maar doet hij natuurlijk ook voor jou. Voor iedereen die pleit op het bloed van het lam. En je zou zeggen, ja, wat moet ik daar dan mee als jong bekeerde? Nou, besef dat Jezus die ging naar het kruis. En hij werd veroordeeld, hij was veroordeeld. En dan zie je hem eigenlijk lopen zo op de Via Dolorosa. Dat is de straat waar hij liep in Jeruzalem. Ja. En daar werd hij bespot. En hij leed daar. Want hij had, ja, zijn rug was al opengeslagen. En op zijn hoofd had hij een doornenkrul. Moet je je voorstellen. Onlangs waren we hier in de duinen ook een video aan het opnemen. En toen kwamen we ook bij doornenstruiken kwamen terecht. En dan zo'n doorn, die kan zo diep in je vlees een wond maken. Dat is gewoon niet normaal. Wat voor een pijn dat Jezus geleden moet hebben. Maar hij deed dat voor jou en voor mij. En dat is zo bijzonder dat hij die prijs betaalde aan het kruis op Golgotha. En ja, dus jij doet dat, Frits. Ja, jij bidt dan 's morgens. En dan zeg je dank u wel, Heer Jezus. Of wat zeg je dan bijvoorbeeld? Ja, ik wil dank u, Heer Jezus, voor deze nieuwe dag die voor me ligt. Ja. En wilt u mij leiden deze dag, Heilige Geest ook. Maar dank u dat ik mag pleiten op uw bloed. Op uw bloed? Op uw vergrote bloed voor mij. Dat uw bloed mij reinigt, mij heiligt. Elke keer opnieuw. Ja. Ik kan ook dingen, situaties meemaken dat ik bijvoorbeeld moeilijke dingen moet zien of moet horen. Ja, ja, maar ook dat ik bijvoorbeeld verleiding op me afkrijg, bij wijze van spreken. Hè? Dat dus is bij ons allemaal aan de orde. Verleidingen. Ja. Ook dat ik dan inderdaad mag weten dat ik altijd bij de Heer terug mag komen. Ja. Hè, maar zonder blijft, maar ook dat ik mag weten dat zijn bloed mij reinigt van alle zonde en van alle ongerechtigheid, zoals het in Gods woord staat. Alle ongerechtigheid. Ja. En dat is zo mooi, hè. Kijk, dit onderwerp, wij zijn er gewoon over verheugd, letterlijk. Ik meen dat serieus, dat we blij zijn om dit onderwerp te bieden aan jou. Omdat we geloven dat het echt, het heeft gewoon meer bekendheid nodig. We moeten meer geconnect zijn aan het woord en wat Jezus doet voor ons, wat hij gedaan heeft. Hè, wat hij gedaan heeft voor ons. Hè. Hij ging aan het kruis voor de mensen van toen, van die toen leefden, van de mensen die geleefd hadden. Voor nu, het is voor in alle eeuwigheid, het is zo belangrijk. Dus op het moment dat jij gelooft, dat je gelooft dat Jezus jouw redder en verlosser is, dan kun je pleiten op zijn bloed. Hè? Dus dan kun je zeggen, uw bloed heeft u vergoten voor mij en ik dank u voor de kracht van het bloed. En ik heb hier een boek voor me en dat is het boek van Blood, The Blood and the Glory van Billy Brim. En deze vrouw die zag ik tijdens een interview met Sid Rod en dat kun je vinden op sidroth.org. Ik zal het in het Nederlands ook even doen. Dat is makkelijker, maar goed. Ik kijk vaak naar die uitzendingen van hem. Dus sidroth.org. En hij heeft wekelijks die uitzendingen met mensen die iets bijzonders meemaken of die iets bijzonders vertellen. En dit onderwerp is zo belangrijk. Hè? Want kijk, we zitten natuurlijk in een situatie. Op het moment dat we deze video opnemen, dan hebben we te maken natuurlijk met het coronavirus. Maar ook met de economische gevolgen daarvan. En die zijn niet mals. En dan, bedrijven worden nu al getroffen. Hè? Als je weet dat er in Frankrijk, dat 10 miljoen mensen een uitkering hebben aangevraagd vanwege het feit dat er geen werk is. Dan moet je beseffen dat het zo belangrijk is dat wij pleiten op het bloed van Jezus. Hij wil dat.
Misschien kun je even zo naar links gaan, Frits. Dan, ja, want we zijn ondertussen aan het rijden en we wachten gewoon op een mooie locatie. Waar we verder deze boodschap vorm willen geven. Maar wij geloven dat het nu al belangrijk is dat we dat doen. Hè? Dus dat we dat bloed, en deze vrouw doet het ook, Billy Abram. Het is een boek uit Amerika. Het is nu momenteel, duurt het extra lang voordat het hier is. En, maar goed, wij gaan er ook opnames over maken. We zullen een PDF over maken. Hoe belangrijk het is. Want wij maken momenteel een website. Die heet training.geloofinactie.nl. En wij geloven dat dat een toegevoegde waarde heeft. Zeker in deze tijd. Maar eigenlijk altijd. Want als je gewoon kunt vinden. Wat is de Heilige Geest? Nee, wie is de Heilige Geest? Want de Heilige Geest is een persoon. Wat is het bloed van Jezus? En hoe kan ik het bloed van Jezus toepassen in mijn leven? En hoe is de relatie? Wat is nou de drie-eenheid? De Vader, de Zoon en de Geest. En waarom heb ik ze alle drie nodig? Dat is ook belangrijk, hè? Maar dat bloed, dat is een van de eerste belangrijke onderwerpen die we hierin gaan communiceren. Frits, wil jij nog iets zeggen over het bloed? Of wat de luisteraar, de kijker kan doen met betrekking tot het bloed van Jezus? Ja, ik denk ook als je in moeilijke situaties bent, hè, dat je het bloed van Jezus kan aanroepen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld ook ter bescherming natuurlijk wel. Ja, ja. Ook dat je zegt van Heer Jezus, wilt u mij beschermen met uw bloed? Ik wil die bloed aanroepen. Ik wil u danken voor dat die bloed krachtig en helder voor mij is ook. We zijn op weg, hè? Dat we zijn op doen. Weg. Ja, ja, inderdaad. Dus inderdaad, dus dat bloed, dat roep jij aan, dagelijks eigenlijk, middels gebed. Ja. En dan door dat gebed te bidden, is het zo dat het bloed ook voor je gaat werken. Ja. Dat is het. Het geeft ontzettend veel kracht en ook wijsheid, ook energie om verder te kunnen gaan. Dat is mijn belangrijke punt. Oké, mooi. Nou, dan wil ik je ook nog even duiden op het prachtige panorama wat je ziet zo door het dak heen. He, dat bloed is belangrijk, moet natuurlijk ook gewoon bij de dag leven en genieten van de reis op weg naar ons doel. Dat wil God ook. God die wil dat wij niet bezorgd zijn. In hem hoeft dat ook helemaal niet, want hij beschermt ons. Hij is net een vader of een moeder adelaar die van tijd tot tijd zijn kinderen, hè, zijn jongen uit het nest kikt. En dan op het moment dat hij ziet van hey, hebben ze gewoon mijn bescherming nodig, dan zal hij er zijn. En dat geldt voor jou en dat geldt voor mij. En daar willen we jou mee zegenen. Dus blijf kijken naar onze video's, like ze, klik op abonneren en dan ook op het belletje. Dan krijg je zodra dat wij een video ter beschikking hebben, dan krijg je dan van ons weer deze video. Ja. Want die laden we steeds weer op. Bedankt. En let's grow in Christ Jesus with the blood of the Lamb. Amen.